Welkom bij het kiesjaar 2017, wet met de status quo. Bedankt.
Ik wil daarbij een inleiding voor het debat vanavond, het gesprek, wat observaties met u delen over het afgelopen jaar. En ik probeer dat in ongeveer 10 minuten te doen. Misschien is het een beetje veel, maar dat merk ik vanzelf. Ik wilde beginnen met een herinnering die me de laatste dagen vaak eigenlijk bij me opkomt. En die gaat, ja, die is eigenlijk in lijn met hetgeen wat Rutte gezegd heeft over kwartfinale, halve finale en finale, staat ook over voetbal. Het Spaanse elftal, het Spaanse voetbalelftal, was eigenlijk altijd de beste spelers. Dat was altijd al zo. Maar eigenlijk presteerde ze nooit iets op een groot toernooi, Europees kampioenschap of wereldkampioenschappen, tot 2008. En de analyse was altijd die Spanjaarden, dat hoort nooit iets met die Spanjaarden, want dan heb je Basque en je hebt Catalaan, en dan heb je Madrilene, en die moeten dan in één team gaan spelen. En dat zie je, ja, ze kwalificeren zich nooit, terwijl ze wel de beste spelers hebben. Tot 2008, toen begonnen ze alles te winnen, toen hebben we nooit niets verloren, inclusief de clubs, die winnen ook alles. En dat is natuurlijk op een gegeven moment, dat is leuk, als je wedstrijden wint, maar is ook saai. Op een gegeven moment wordt dat saai. En je op zoek naar misschien wat opwinding, spanning, verandering. En dat sluit eigenlijk ook wel aan bij de algemene sfeer in Europa, want nu is het Spanje, maar we kunnen natuurlijk ook Hongarije noemen, Polen, Nederland. Duitsland. En er zijn allerlei gistingsprocessen aan de hand in de Europese samenleving, en die zijn er waarschijnlijk al veel langer. En die bepalen toch de sfeer. En daar moeten we het natuurlijk vandaag over hebben. Ik hou daarbij niet zo van het woord populisme, dus ik zal het zelf vermijden. Maar we zullen zien waar we op uitkomen als we met elkaar in gesprek gaan. Ook in Duitsland hebben we natuurlijk te maken met wat we misschien zouden kunnen noemen het nieuwe normaal: opwinding. Opwinding, ook als het over Europa gaat. Dat was toch ook een hele poos enorm saai in Europa. Het land van Verstehen, dat ik maar even vertaal Verstehen als getrainde empathie. Daar kunnen we het later nog een keer over hebben. Verstehen en Vergangenheitsbewältigung, daar zijn Duitsers natuurlijk ook de kampioenen in. Dat land is toch in schok achtergebleven eigenlijk na de verkiezingen. Nu de AfD is net al gezegd met een substantieel aantal mensen de Bondsdag in wandelt. En in Duitsland zit er nog een extra dimensie bij, want de Duitsers zijn niet alleen geschokt, ze zijn ook bang. Zij denken terug aan de tijd waarin het nog niet zo vreemd was dat er in een Britse weekblad stond dat een journalist, de bondskanselier, de eerste bondskanselier van Duitsland, Konrad Adenauer, had horen praten achter een zuil in het Claridge's Hotel in Londen. En daar zei hij tegen zijn muziekeurse collega Berg: Jozef, ik vertrouw mijn eigen volk niet. Hoe zorgen we dat we die voor de toekomst binden en hun gedrag beschermen? Die gedachten die komen weer terug in het Duitsland van na de afgelopen verkiezingen. Dat is belangrijk om ons dat te realiseren. De grote vraag die de Duitsers zich stellen als kampioenen van de vergangenheid willen doen, ik heb al gezegd, hoe kon dit gebeuren? Hoe kon dit? Daar moeten we misschien vandaag ook over hebben. Misschien is het antwoord dat we te veel hebben meegedaan, en niet alleen in Duitsland, maar misschien wel in heel Europa, aan het grote spel van doen alsof. Wat bedoel ik daarmee? Doen alsof politiek niet iets meer is, of dat het eigenlijk het politiek zich beperkt tot het oplossen van problemen, praktische problemen. Problemen die er dus zijn om opgelost te worden. Markten die er zijn om gediplomatiseerd te worden. Macro-welvaart die er is om verder te groeien. Kortom, praktische zaken leveren, resultaten leveren. Alsof dat politiek is. Zo zijn we de laatste tijd met z'n allen regelmatig aan het doen in Europa. Soms, en misschien steeds vaker, heeft dat doen alsof dit de politiek is, heel weinig verbinding met de realiteit op het microniveau. Dus de macro-groeicijfers kunnen best goed zijn. Maar de microbeleving kan dus totaal anders zijn. In Duitsland is dat in optima forma het geval. Ik raad u aan de OECD-cijfers na te slaan op alle terreinen. Of het nu gaat over gezondheid, armoede, sociale deprivatie enzovoort. Duitsland scoort daar allemaal in de middenmoot van Europa. Ver onder Nederland, ver onder Denemarken, ver onder België. Armoede is dus een realiteit. Daar kun je niet over doen alsof als je daar zelf mee te maken hebt. Ik raad u ook aan om eens een ritje te maken door het Ruhrgebied. En dan eens om u heen te kijken naar de infrastructuur. Dan ziet u daar nog
schitterende gouden spiegelgebouwen uit de jaren 80, die ons laten denken aan Tatort-series, ook uit de jaren 80, maar sindsdien niets aan gebeurd is. En de wegen zien er ook zo uit, inclusief de Kalfheuvel. Dus dat is ook echt, het is achterstallig onderhoud in West-Duitsland, zelfs in grote mate. En een andere realiteit die achter de toen alsof verdwijnt is, er wordt in Duitsland wel betaald. Er werd betaald voor de eenwording, er wordt betaald voor Oost-Europa en er wordt betaald voor Zuid-Europeanen in de eurozone. Dat zijn realiteiten. In Duitsland is nog een andere realiteit. Duitsland heeft ook een oosterse dimensie. Dat wil zeggen, Oost-Europa is ook een deel van Duitsland. En in Oost-Europa voelt men misschien de tijdsgeest wel beter aan dan dat wij dat hier in ons toch nog steeds door comfort gekenmerkte West-Europa. Bovendien heeft men in Oost-Europa ervaring met lidmaatschap van een unie. Dat is een andere unie dan de Europese Unie. Maar het woord unie kent men in Oost-Europa goed. Wij hebben dat in grote onvoorbereidheid op de Europese integratie geplakt in de schitterende stad Maastricht. Maar wat het precies betekent, dat weten wij eigenlijk niet. De Oost-Europeanen weten dat wel. In ieder geval hebben zij een referentie, het woord unie, die niet positief is, ik begrijp dat. Oost-Europeanen hebben het Europese ideaal nog echt gevoeld in de jaren 90, toen ze bevrijd werden uit die andere unie. Ze hebben het onder woorden gebracht als geen ander. In West-Europa nooit nadenken aan Emmanuel Macron of Pieter Tibbe, die noemt van Graaf Havel, om maar eens een voorbeeld te geven, maar ze kan ik er meer noemen, maar ik zal je daar niet mee vermoeien. Ze hebben dat ideaal niet alleen onder woorden gebracht, maar ook gevoeld als vluchtelingen. Eerst naar de grenzen van het IJzeren Gordijn en later op allerlei andere manieren. En ze voelen het recent ook nog overal, bijvoorbeeld in de wanhoop op het Maidanplein. Wat is dat Europese ideaal, als je dat moet samenvatten in een introductie van 10 minuten in een Haagse zaal? Ik zou zeggen, de kern daarvan is antitotalitarisme. En daar gaat het de Oost-Europeanen uiteindelijk om. Nu hebben zij vaak het gevoel, ook de Oost-Duitsers, dat zij van het ene Kafka-paleis in het andere Kafka-paleis terecht zijn gekomen. En misschien zitten ze er niet helemaal naast. Het is in ieder geval belangrijk om ons dat hier in dit gedeelte van Europa af en toe te realiseren, dat het gevoel er niet zover is. Oost-Europeanen zitten dus misschien wat dichter op de tijdsgeest. En dat komt misschien ook omdat de ervaring met tragiek in Oost-Europa nog vers is. En tragiek voltrekt zich om ons heen de hele tijd. Om de vluchtelingenproblemen of om de aanslagen. Dat hoef je allemaal niet voor te opzommen. Je kunt daar zelf je voorstellingen bij maken. En die tragiek staat natuurlijk ongelooflijk ver af van de regelmachine in Brussel. En die beantwoordt daar ook helemaal niet aan. Dit is een ander Kafka-paleis, inderdaad. Maar, kunnen we dan op Oost-Europa varen? Nee. Waarom niet? Het collectief geheugen van de Oost-Europeanen als het gaat over samenwerking, kapitalisme en democratie, vrijheid en rechtsstaat, is ongelooflijk kort. Het is pas opgebouwd sinds de jaren 90. Dat maakt het heel erg kwetsbaar, dat collectief geheugen. Daar staat het collectief geheugen tegenover, dat veel en veel sterker is. Het collectief geheugen aan de natiestaat, de eigen bevolking en de cultuur. En daar grijpen ze in onzekere tijden op terug. Net zoals dat de Britten dat doen. Want die hebben ook een kort collectief geheugen met Europese integratie. Dat is een belangrijke overeenkomst tussen Oost-Europeanen en Britten. En daar kunnen we dus het Europese ideaal en de grote voordelen van de Europese samenwerking ook niet overlaten. Want ze hebben daar eigenlijk maar heel kort ervaring. Spanjaarden ook niet, om daar een kort terug. Die hebben natuurlijk ook een heel kort collectief geheugen als het gaat om democratie, rechtsstaat en lidmaatschap van de Europese integratie. Waar is het collectief geheugen dan wel lang genoeg om nu creativiteit uit te putten om nieuwe uitdagingen aan te doen? Nou, misschien in West-Europa, maar ik zeg met nadruk misschien. Dit is de enige plek die ik eigenlijk kan benoemen. Omdat ik, en laat me hier maar even redden, met een citaat van de beroemde econoom Joseph Schumpeter, die heeft ooit gezegd, wij zijn mensen, we hebben allerlei gedachten. De meeste gedachten hebben we, dan gaan we slapen, en dan zijn we die gedachten weer vergeten. Sommige gedachten en ideeën die iets langer stand houden,
en die we dan op een ander moment falsificeren naar een week, een maand of een paar jaar. Dan zijn er grote ideeën. En grote ideeën die gaan langer mee dan een generatie. Die worden van generatie doorgegeven omdat ze zo aantrekkelijk zijn als idee, zo krachtig. Europese integratie gaat nu net langer mee eigenlijk dan een generatie. Dus we zouden misschien kunnen zeggen, misschien is dat een groot idee geweest. Het is niet, nog niet door de omstandigheden van de geschiedenis vermorzeld. En dan verplicht ons dat dus om in West-Europa op zoek te gaan naar nieuwe energie om vanuit het collectief geheugen van de Europese integratie nieuwe oplossingen te vinden. En daarmee zullen we ook Oost-Europeanen een dienst moeten bewijzen. Namelijk de dienst dat we hun duidelijk maken, we wonen niet in een nieuw Kafka-paleis. Dit gaat over meer dan doen alsof alleen. Macron wil dit bewijzen. Dat heeft hij op allerlei manieren duidelijk gemaakt voor de verkiezingen, na de verkiezingen en in zijn laatste speech. Hij heeft ook duidelijk gemaakt dat dat alleen kan, dat bewijs, door te veranderen. Dat betekent dus dat die Europese integratie ook moet veranderen in zijn perspectief om verder te komen. En hij put uit het collectief geheugen van de Europese integratie in Frankrijk, en dan draait hij natuurlijk om de Frans-Duitse verzoening. Het interessante van die Frans-Duitse verzoening is dat het weliswaar iets is wat ja, schitterend klinkt en in zekere zin ook schitterend is, maar in de realiteit ongelooflijk moeilijk, omdat zijn vrouw praktisch wordt, dus na de omhelzing, en verwacht nog een omhelzing, Adenauer en de Gaulle hebben elkaar worden omhelst. Toen kuste Adenauer de Gaulle, dat was ongekend, want Adenauer en een kille man. Toen zei hij Charles de Gaulle in het Frans, met een tolle die stond daar tussen, dus die kus. Die vertaalde toen naar Adenauer van, die kussen ze niet, zei de Gaulle. Dat was even om aan te geven hoe de verhoudingen waren, de junior partner. Maar niettemin was dat ook voor hem een ontroerend moment, want hij zei ook, mijn gevoelens zijn enig. Maar goed, dit geheel te zijn. Ja, dus Fransen en Duitsers moeten daar vervolgens dan aan die verzoeningsoefening praktische invulling. Praktische invulling die betekenis heeft voor Europeanen, mensen, Fransen, Duitsers. En dat lukt hun vrijwel nooit, want op alle praktische punten zijn ze het oneens. En dat leidt ertoe dat ze eigenlijk met z'n tweeën niet verder komen. Ze willen wel verder, ze kunnen niet. Dus ze hebben vrienden nodig. Vrienden zoals in de tijd van Adenauer bijvoorbeeld de Benelux, Nederland, België. Die moeten hen helpen met ideeën. Ideeën die alleen kleine landen kunnen ontwikkelen. Omdat die minder last hebben van allerlei prestigeoverwegingen, of zoals Charles de Gaulle het zei, branden. Dus de Benelux heeft daar een rol te spelen. En dus ook Nederland heeft daar een rol te spelen. Ideeën en ervaringen, zeker van een land als Nederland, dat dus een heel lang collectief geheugen heeft, relatief op het kader van de Europese integratie, zijn invloed en macht. En die zijn ook van vitaal belang om te bewijzen dat niet alleen in een voetbalteam, maar ook in de Europese politieke samenwerking, of in de Europese politieke integratie, in de integratie, samenwerking meer oplevert dan ieder voor zich. Dat het collectieve goederen zijn die het waard zijn om geproduceerd te worden en die ook voor iedereen voordeel in zich kunnen dragen. Maar dat dit alleen kan door dagelijkse noeste arbeid, aan het onderhoud en het constant veranderen in reactie op de realiteiten van de instituties waarin die samenwerking geregeld is. Dat is niet iets wat vanzelf gaat, vraagt minstens aandachtig en gepassioneerd onderhoud. En daar ligt ook een rol voor de nieuwe regering. Dank u. Hij staat bij de stellingen. Die komen van jou, Mathieu. Ik heb geprobeerd om hier nu iets te zeggen wat hier op aan zou kunnen sluiten. Ja. Ik denk wel dat. Kom wel op mij. Oké. Ik heb geen Deze even toe. Duitsland is de vorm van de Europese integratie, maar de leider van Europa en Duitsland nooit zijn. Ja. Dat is een interessante stelling. Ja, nee. Ja, maar waarom kan dat niet? Ja, dat heb ik even weggelaten, maar
nu toch gevraagd word, moet ik toch even naar de kijken. De Duitsers hebben een aparte grondwet. Die heette Grundgesetz vroeger. In die grondwet, het is een preambule bij, daar staat in, niet alleen van we respecteren internationale verdragen en we zijn voor internationale samenwerking, wat ook in andere West-Europese grondwet staat. Dat staat ook bij, Duitsland is een constructief lid van een zich verenigend Europa. Dat is de verplichting die de Duitsers aan zichzelf geven in de grondwet. Dat is de oplossing die Adenauer bedacht, samen met anderen, om de zelfbinding die, waar men naar op zoek was, waar hij angst waar ik over heb gehad, ook handen en voeten te leggen. En dat zorgt ervoor dat Duitsland nooit de schuld mag krijgen van zichzelf niet, van een mislukking in de Europese integratie. En dat weten de anderen ook, de Fransen als Westen. Je wacht net zo lang tot het niet meer werkt, dan moeten we daar zijn stokken knippen. Daar zit natuurlijk een houdbaarheidsdatum aan. Je kunt niet doorgaan met dat mechanisme als de reden voor die zelfbinding steeds verder verdwijnt in het verleden. En dat AD de bond dat. Dat bedoel ik, dat wordt bedoeld hier met deze stelling. Duitsland kan en is op zich wel de motor van de Europese integratie. Kan dat ook zijn. Maar je kunt ze niet de leidersrol opdringen, want dan exploiteer je het Duitse verantwoordelijkheidsgevoel en zal de eigen Duitse bevolking zich op een gegeven moment afkeren. Maar zullen ook de andere partners zeggen, wat is dit? En dan krijg je Griekse kranten met Angela Merkel en een Hakenkruis op één foto. Dat is stelling 1. Ja. Is het allemaal of Ik kom zo. Ik wil even naar Michel. Je hebt een redelijk positieve, zal ik bewonderende biografie van Angela Merkel. Een hele grote vrouw eigenlijk. Ja, vind ik wel. Wat zie je er? Wat heeft zij wat de meeste Nederlandse politici niet hebben? Zij heeft een visie om naar de bakkerman te krijgen, maar die heeft ze. Ik heb voor dat boek wat ik ook haar geschreven heb, heb ik haar adviseur, die zei al haar ideeën schrijft ze op. Dus heb ik al de redenvoeringen gelezen. Dat waren er honderden. Minimaal 6000. 6000. Ik ga door met lezen, dus volgens mij zit ik al een. Ik heb het gelezen om ook daarachter te komen. Kijk, dat idee ontstond al vroeg, maar zeker tijdens de eurocrisis, omdat ik toen, in Nederland, zoveel om me heen hoorde, dan stoppen we toch uit met die Duitsers. En toen dacht ik, dit is echt een nonsens, want dan begrijp ik niet wat de Duitsers bezighouden, want die gaan dit Europese project niet uit hun handen laten vallen. En, dus toen ben ik, ik wilde haar ideeën beter leren kennen, kijken hoe consequent ze daarin is. Heel consequent als het goed is. Ja, heel consequent. Eigenlijk heel opvallend consequent, ook wat betreft de Europese integratie. Was zij al heel erg. Want haar lijn is, als ik je boek goed begrijp, van soberheid, zuinigheid, een beetje modeste bloemachtig, maar wel iedereen erbij houden. Ja, iedereen erbij houden. Zodat er mensen uitgeschopt worden. Of... Nou ja, goed. Ze heeft een duidelijk idee over hoe die samenwerking dan eruit moet zien. Maar ja, ze ziet ook dat, dat bijvoorbeeld het grootste project na de hereniging, de muntunie, de monetaire unie, dat van de rails geraakt is, om het zachtjes uit te drukken. Het heeft samen natuurlijk met Draghi, de president van de Centrale Bank, laten we die vooral niet vergeten, hebben ze het financiële schip dreigende gehouden, maar dat project moet nu wel worden afgerond. En dat staat ook bij Macron en Merkel nu bovenaan hun to-do-lijstje. Maar misschien om nog even op jouw vraag terug te komen waarom ik interessant vind. Ze komt natuurlijk, god, het is een saai. Ze is, in het instabiele wereld is ze eigenlijk heel stabiel. Voor een politieke leider vind ik dat wel vrij bijzonder. Als ze nou toch zien wat mee de aspect van Bak. We zijn gewend toch met
ook respect naar Groot-Brittannië te kijken, omdat die, nou, interessante mensen hebben. Maar stabiel, nee. Maar stabiel wel helemaal niet. En, ja, ze blijft, en ze is ook heel principieel als het moet. Dus ze is pragmatisch, maar principieel, daar waar het gaat om de rivieren bij te houden, maar ook in de vluchtelingencrisis. Daar is ze natuurlijk die bewuste avond, niet alleen heeft ze toen vanuit humanitaire, ja, dat is vaak wel een humanitaire noodsituatie. Daarom zijn dat toen destijds in september, 4-5 september 2015, 10.000 Syrische vluchtelingen binnengelaten. Maar goed, we weten allemaal dat maandenlang Duitsland de zaak niet meer goed in de hand had. Ons improviserende Nederlanders nog te doen, maar de Duitsers hebben die alles ordelijk moet verlopen. Die waren behoorlijk van een stuk, zoals we weten. Maar waar zij dus aan vasthoudt, ook sindsdien, is het principe van open grenzen. Dus, en ook een open deurpolitiek ten aanzien van vluchtelingen. Ik vind dat nogal. Als je jouw goed leest, denk je, die gaat verkiezingen winnen, maar dat is toch niet helemaal gebeurd? Nou, ze heeft de verkiezingen gewonnen. De leider die een kanselier die 12 jaar aan de macht is, die, daar zou je eigenlijk verwachten van nou, mag er alsjeblieft iemand anders opstaan. En aan de Schulz, de Schulz-Schub, zoals het heette in Duitsland, zag je ook dat de Duitsers snakten even naar iets anders. Hè. In januari toen het bekend was geworden dat hij de lijsttrekker zou worden, vond ik het echt fascinerend om te zien hoe hoog die zat meteen. Omdat die drie deelstaatverkiezingen achter elkaar verloren. Ja, en elke week een ander goed idee had waarmee die campagne ging voeren. En je eigenlijk denkt, hoe is het mogelijk dat een sociaal-democratische partij in een land waar, waar de kloof tussen arm en rijk, dus dat is een heel ander verhaal dan in Nederland. Hoe die daar de thema's zo uit hun handen kunnen laten vallen. En nu schreef die tijd, is maar een soort kruising tussen een spankbediende en een treinkant natuurlijk. Ja, dat had hij met respect voor de spankbediende. Katrijn, heb jij ook die bron mee voor Angela Merkel? Ja, zeker. Ik vind dat ze voor Europa echt een maker van rust is. En ons ook dwingt om over de toekomst na te denken. Dat doen we maar al pas op dit moment over. Ik heb zeker erg veel voldoening gemaakt. Hoe vaak heb jij dit jaar met die halve finale, die kwartfinale en die finale je hard vastgehouden van dit gaat de verkeerde kant op, de anti-Europeanen gaan kiezen winnen? Nou, zij zelf zullen ze geen anti-Europeanen noemen, patriotten of zo. En ik denk dat ook om heel veel verschillende redenen mensen ontevreden zijn. Kijk, ik voel mezelf absoluut een Europeaan. Ik durf ook te zeggen dat ik erg pro-Europees ben. Maar dat moet niet verward worden met dat ik heel tevreden ben over het huidige Europese project. Ik heb daar ook eigenlijk heel erg veel kritiek op. En ik denk dat er ook. Dus ik denk dat we ook moeten oppassen om iedereen die daar tegen is of iets kritische geluiden heeft over de Europese Unie. Om daarvoor ook te zeggen dat zijn mensen die dus niet verder willen in een verenigd Europa. Ik denk, dat is één ding, ik vond het een enorm mooi verhaal. Ik was vaker naar je verhalen geluisterd. Ik vind het altijd heel inspirerend. En ook, er zitten zoveel dingen in waarvan ik denk, oh ja, zo, dat is gewoon goed om het ook zo op een rij te zetten. Eén ding wat ik vond het ontbrak bij het doen alsof. Ik heb hier staan, hè, bijvoorbeeld politiek is niet alleen maar iets om op te lossen. Dan had je wel heel veel punten. Maar het gaat ook, er is ook sprake van een belangenconflict. En dat belangenconflict, je ziet dat in de Europese Unie, is er toch... Het bedrijfsleven, het marktdenken, domineert. En er mag eigenlijk nooit iets afbraak doen aan de markt. Het staat zelfs in het grondrechtenhandvest, dat wat voor vrijheden je ook hebt. Het mag nooit afbreuk doen aan het vrij verkeer van personen, goederen en dergelijke. En dat kan botsen met bijvoorbeeld het stakingsrecht, een belangrijk sociaal recht. En zo zie je dat de Europese Unie die geconstrueerd is niet alleen een vredesproject en niet alleen een project wat ons op de kleine verder brengt, wat het ook is, maar het is ook een heel erg marktgedomineerd project. En ik denk dat als we het hebben over dat je ook wil zorgen dat mensen zich er wat meer beschermd door weten door Europa, dat we die kant veel meer zouden moeten ontwikkelen. Ik vind Macron dus heel erg interessant, want
Macron, eigenlijk werken we het vaak wat implicieter, maar Macron bleek nu heel expliciet eigenlijk om te zeggen dat de soevereine staat. En er wordt heel vaak gedacht, ja, zijn de staten nou nog soeverein? En dan gaan ze weer heel moeilijk met de Europese Unie en is het nou op zich allemaal juridisch. Maar hij ging daar gewoon meer een politiek iets van maken, van eigenlijk ondersteunt de Europese Unie de soevereiniteit van staten, want eigenlijk doordat je Europees samenwerkt, kan je in een geglobaliseerde wereld ook een deuk in een pakje boter slaan. Want ik bedoel, ook Frankrijk is werkelijk te klein voor een beetje behoorlijk buitenlandbeleid of inderdaad een globalisering daar grenzen aan de bedrijven tegen te stellen. En ik wil dus niet zeggen dat de Europese Unie het altijd doet, dat is mijn kritiek, maar het feit dat de Europese Unie eigenlijk sterk, dat daar sterke samenwerking voor is en dat het niet hoeft te botsen met soevereiniteit, maar dat het juist ook de kracht van staten kan versterken, dat vond ik een enorm prachtig idee. Van ik dacht, nou, daar kunnen ze in Nederland ook nog eens een keertje wat energie misschien van krijgen. Maar ik heb goed nieuws voor je in het regeer, maar dat staat in de inleiding dat de nieuwe regering ook gaat zorgen dat de kwetsbare groepen niet het slachtoffer van de coalitie. Ze zijn het eens met de uitspraak van Macron dat er wat daar op het scherm. Maar er is wel een fundamentele probleem. En dat is dat. Ja, dat vind ik helemaal goed. Maar wat het fundamentele probleem natuurlijk dat. Angst naar ja, het stil is in Den Haag over waar het heen moet met Europa. Daar gaan we straks even over. Ja. Nou, ik hoop dus dat daar het regeerakkoord misschien ook wat info. Nee, dat is wel tegen. Deze is zelf even Mathieu's tweede stelling. Toen ik gisteravond was, heb ik zelf in de krantlijn geschreven. Ik heb helemaal geen zin in meer gaan bevrienden met Oost-Europa. Antisemitisch al gaken, autoritaire Polen, Bulgaarse. Er valt van alles over te zeggen, maar wat in ieder geval zou helpen is af en toe een wat bredere blik. Ik herinner mij toen de 10 landen bij de Europese Unie kwamen, bij de toetreding. Daar is natuurlijk in die landen ook heel veel veranderd. Dat alle diensten, of nee, de Nederlandse dienstensector, die kregen massaal die land in. Als je dan in Warschau kwam, dan was het klein. Als nationale Nederland had wel een enorm kantoor. Dus onze dienstensector zat daar sterk in die landen. En ondertussen hadden wij, zeiden wij van ja, we moeten wel de grenzen dicht over alle mensen die hierheen komen. Dat is er natuurlijk wel een groot probleem met de lonen en het feit dat er. Die zijn daar lager. Ja, dat is op zich niet zo erg. Het probleem is natuurlijk vooral als mensen hier komen werken en dan concurrentie in deze. Dus dat is absoluut iets waarvan ik net zei, ook dat ze het sociale Europa nog veel meer beschermen worden. Maar enigszins bewust zijn van dat zij heel erg het idee hebben eenzijdig te worden benaderd, is wel goed. Ik kwam toen, was ik bij iemand die uit die daar van een vakbond, en die was echt wel emotioneel. Die zei van ja, jullie hebben het de hele tijd over nieuwe lidstaten die uit de Europese ruif aan het eten zijn. En jullie hebben het de hele tijd over de toetreding tot de Europese Unie. En voor ons is het de hereniging. En ik zeg niet dat er ook, er zijn heel veel dingen die je ook anders moet doen. En ik heb zeker heel veel kritiek op Polen en Hongarije. Maar enigszins het bewustzijn over hoe zij de geschiedenis ervaren, is volgens mij juist goed om daarna ook beter het gesprek aan te gaan en ook die landen ook verder aan te spreken. Maar alleen eenzijdig persje en vervolgens wel dat onze dienstensector daar ook een flinke graai in de kas heeft gedaan, is volgens mij niet een recept tot een wat betere samenwerking. Michel, vind jij dat er meer empathie met Oost-Europa nodig is? Met het economisch wereldzaken, dus daar valt Oost-Europa aan. Absoluut. Nou, ik vind wel dat je heel scherp moet kijken naar de rechtsstaat. Kijk, alle voorwaarden om lid te worden van Europa. Kijk maar hoe Servië benaderd wordt en nog een aantal andere voormalige Joegoslavische landen. Die worden enorm streng. Tegen dicht gehouden. En vervolgens zit je erin en kan je in je gang gaan. Dus zo werkt dat niet, lijkt me. Ik was ook verbaasd. Kijk, hier is diplomatie natuurlijk speelt een hele belangrijke rol. Want het heeft inderdaad helemaal geen zin om nou Oost-Europeanen te gaan zitten bestje. En het dan op die manier op het publieke toneel uit te spelen. Maar het is wel heel belangrijk om die landen ervan te doordringen. Neem nou wat Hongarije doet, ten aanzien van die internationale universiteit. Dat is, probeer het te
sluiten. Sorry? Ze proberen hem te sluiten. Ja, ze proberen hem te sluiten. Maar dat is natuurlijk onmogelijk. Nou, is er één. Probleem wil ik niet zeggen. Er is één gegeven dat er heeft weer met stelling 1 te maken. Kijk, niemand is de baas in Europa. Duitsland ook niet. En Schäuble, ik heb nog de minister van Financiën. En waar hij is adviseur toch van Merkel. Die heeft ook eens gezegd toen men tijdens die eurocrisis vervurend ging over. Of Duitsland niet de leiding zou moeten nemen, want zelfs de Polen, Sikorski, toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, vond dat. En toen zei eigenlijk Schäuble iets heel interessants. Die schreef een artikel voor de Zuid-Duitse Zeitung. En die zei dat hele idee dat iemand in Europa de leiding moet hebben, dat slaat de plank mis. De Duitse terughoudende houding is absoluut niet alleen terug te voeren op het oorlogsverleden. Dat is natuurlijk de belangrijkste reden waarom ze zich altijd heel erg thuis zullen houden. Kijk maar naar wat er gebeurt als Griekenland dan toch met 3-1 hulppakketten geholpen wordt. Erbij mogen blijven. Ja, met allemaal hoe dat is afgelopen. Misschien wel een beetje te maken met onze eigen banken. Nee, maar hij zei, het bijzondere van het politieke gebouw Europa is dat het zich er niet voor leent om geleid te worden. En dat is volgens mij een hele fundamentele, heel fundamenteel uitgangspunt van ons gebouw Europese Unie. Het is eigenlijk één groot samenwerkingsproject. Er was ook nooit een einddoel. Dat is wat het zo moeilijk maakt in deze tijd. Want ik schaar eigenlijk de houding of de ontwikkelingen in Tsjechië en Slowakije en Polen en Hongarije onder het hoofdstuk globalisering. En dat is te snel gegaan. Ik geloof stad, platteland, de steden, dat was geweldig, Warschau, Budapest. Ja, maar koffiepotjes. Koffiepotjes die zitten overal. Je hebt de elite van studenten. Maar op de boestaat is dat al. Nou ja, ja, maar net als in Duitsland. Er is al een paar keer gesproken over de AfD die zoveel heeft. Vergeet je niet dat in Duitsland, wij zijn in Nederland een totaal verstedelijk land. In Duitsland woont de helft van de mensen op het platteland. Dorpjes, kleine steden, daar. Het klopt helemaal wat Mathieu zegt. Lees de OESO-rapporten en je denkt, nou met die cijfers, lees het. Grandioos gaat het qua economische groei en dalende werkloosheid, maar de scholen gaan dicht, want er is ontvolking. Het postkantoor wordt gesloten. Zwembaden dicht. Ja, nee, precies. Dus mensen voelen zich afgehengd. En als jij toen Duitsland herenigde 40 was, dan ben je nu helemaal niet zo oud. En dan ben je ook langdurig werkloos of je hebt een pensioen. Dat is ook al lager dan in het Westen. Maar je zegt, ja, zo hoog was het in de DDR nooit geworden. Klopt natuurlijk wel. Ze bouwen wel hele moderne treinstations nu in de oude DDR met even zo'n moderne winkelcentra daaromheen. Maar ja, de bibliotheken, zwembaden zijn weg. Ja, nee, maar daar is het. Ik ga even naar de derde en de vierde stelling, waar ik samen aan het even combineren en toespitsen op Nederland. Stelling 3 is eigenlijk een deel van de Sorbonne speech van president Macron. In Europa van meer snelheden. Nou ja, dat heb je al een beetje met Schengen, je hebt het al een beetje met de Europa, maar hij pleit ervoor om wat meer te krijgen te doen, ook al de voorwaarden die vast het samen doen. De remmer zit erin bij laten de baas. Nou, Nederland wordt bij de kookboek bij me. Oh, nou. Nee, niet waar hebben we goed, waar hebben we nodig dat te zijn? Er is al één ding bijvoorbeeld enorm met, en dat bijvoorbeeld de Europese openbare ministerie is een voorbeeld waarbij. Geprobeerd wordt, heel concreet ten aanzien voor het opsporen van fraude met Europees geld, om daar echt een gezamenlijke afspraak voor te maken. Want natuurlijk anders doe je een verzoek aan het Openbaar Ministerie. Nou, er zijn wel meer lidstaten en regeringen van lidstaten die zelf ook met de hand in die pot hadden gestoken. Dus die eigenlijk helemaal niet zo zin hadden in dit, om dit opgelost te hebben. En dus er zijn afspraken, het Europees Openbaar Ministerie klinkt heel groot. Dat is denk ik ook een fout, dat geeft van mij heel veel grandeur. In feite zijn het gewoon opsporingsteam, maar wel met veel bevoegdheden om ook te kunnen handelen in die andere lidstaten. En Nederland is door die titel gelijk zo van slag, dat ze dan denken, oh, het
dat is dan weer een statenidee. Ja. Dat Nederland, samen met bijvoorbeeld Hongarije en Malta, weet ik wel, niet meedoet. Okay. En dat heeft echt, en ondertussen wordt het onderhandeld. Mijn voorspelling is dat we over 3 jaar meedoen, maar dat alle onderhandelingen over de voorwaarden dan afgerond zijn zonder ons. Want op dit moment doen wij niet mee. Zijn er nog meer terreinen? Dat inderdaad niet zo heel veel een beetje bij. Nou ja, dit is een goed voorbeeld van die. Ja. Maar jij had het net over Duitsland en Frankrijk als samenwerking voor, maar die hebben dan Benelux-landen nodig om creativiseren. En goed, jij zijn enkele Benelux-landen, maar lijkt het eigenlijk niet te weten. En dan kom je weer op de kabinetsformatie en nieuwe regering. Wat zouden ze moeten doen, wat je? Wat voor creatieve bijdrage zou Nederland moeten leveren? Waar zou Nederland voor moeten richten? Nou, waar we mee zouden moeten beginnen, en dat sluit heel erg aan bij wat dat Leijen net zei, een paar minuten geleden, wat Macron gezegd heeft. Kijk, de Europese integratie is een facilitering van samen. Dat is het nog altijd. Dus stap 1 is dat je er niet over praat in de zin van federatie of natiestaat. Want de werkelijkheid speelt zich af tussen die twee dingen. Dat zijn twee ideaaltypen, die horen ondertussen thuis in sprookjes en geschiedenisboeken. Dat is niet de realiteit van de Europese politiek. Die zit er tussenin. Wat wij in Nederland doen in het politieke debat tot nu toe, binnen het land, is wel altijd alles, en daar hoort ook het Europese Openbaar Ministerie bij, in dat frame neerzetten. Dus ook Europees, openbaar ministerie, oké, dat is federatie. Heeft niets mee te maken. Dus het gaat hier, dat punt 1 is facilitering van de staten. Dat bedoel ik ook met empathie met Oost-Europa. En er zou ook in zeggen met Britten, die zeggen: ho, dit was een samenwerkingsverband van staten. Wij zoeken ook graag houvast in onze natiestaat. Ik denk dat het thema zich daarvoor leent. Wilt u daar dan alsjeblieft wel de ruimte voor bieden? Daar zit voor Nederland. Met de Nederlandse positie die eigenlijk ook heel erg daar een gevoel bij heeft dat niet alles geeuropeaniseerd moet worden, als je bijvoorbeeld vergelijkt met Belgen, om het te noemen, die zijn daar veel meer pro-federaliseringstendenten. Het zit voor Nederland echt een enorme kans om een rol te spelen met ideeën over die facilitering. Wat hebben we nou nodig in die Europese facilitering om als lidstaten een stapje vooruit te zetten? Of dat nu gaat om de sociaal-economische agenda, de versterking van de eurozone. En dat heeft niet per definitie te maken met het overdragen van bevoegdheden. Dat heeft te maken met onderhoud van bestaande instituties. En dat is eigenlijk de agenda. En van? En wat je zegt eigenlijk is het veel koud water vrezen om dat te bevangen en dat het kan worden uitgedeeld als federalisme. Het is ongelooflijke blijheid. Dus om alles maar in zwarte termen te schetsen. Terwijl dat iedereen die langer dan een minuut naar de realiteit kijkt, ziet dat dat niet de werkelijkheid beschrijft. Het is gewoon lui. Maar komt dat ook niet heel erg door, linkse en rechtse populistische partijen, die daar onmiddellijk op inspringen. En dan zie je dat regeringen zich al proberen in te dekken, en dan eigenlijk al half mee gaan doen. Ja, maar dat is dus, dan durf je niet stap 1 te zetten. Dus dan blijf je in het bestaande verhaal hangen en het verhaal. Ja. En Macron, als die nou iets bewezen heeft, hij kunt daar cynisch over zijn, kritisch en zo. Maar die heeft wel bewezen dat als je het gewoon in het middenverhaal vertelt, zonder al te veel gekkigheid, want dat heeft hij eigenlijk helemaal niet gelijk. Dat we nog niet op echte gekkigheid voor het debat, ook maar niet op de interesse. Wel. Nee, dat mag niet vanzelf bouwen. Ja, maar sorry voor deze. Seksistisch, ja. Ik ben toch wel blij dat ze dat dan Maar die is helemaal niet ver gegaan. Die heeft gewoon eigenlijk de werkelijkheid geschreven. Dat zei Katrijn net heel terecht. Die heeft dus weer eens gezegd: nee, dit is een samenwerkingsverband van soevereine staten. En die soevereine staten die kiezen ervoor om samen te werken. Dat is ook heel verstandig op bepaalde terreinen. Want de voordelen zijn evident. En daar zou ik mee moeten beginnen. Daar zijn wij, die stap hebben wij nog niet gezegd. Dat lijkt. Jij hebt gezegd. Nee, mag ik even zo? Je hebt een tijdje aan tafel gezeten bij de kabinetsformatie. Hebben ze ooit de fase bereikt om voorzichtig van gedachten te wisselen over wat is onze positie in Europa? Jawel, het was zelfs wel een leuk gesprek. Omdat we toen hadden bedacht, laten we nu eens een keer gewoon kijken van wat drijft je, hoe denk je inderdaad dat er was. Dus we zijn nooit ver gekomen met dat we echt tot een soort gezamenlijk akkoord kwamen. Maar we hebben
Wat schetsend is, hoe denkt Mark Rutte dan? Kijk, uiteindelijk is dat ik ga nu niet iets zeggen over formatiekamer, maar ik zeg iets over hoe ik Mark Rutte zie. Dat is goed. Dat is nou goed. Dus het gaat niet. Het gaat over zes redenen en dan is ook echt dat. Deze verhaal blijft. Dat de Nederland, en Mark Rutte is daar helemaal een enorm exponent van, eigenlijk vooral ook richting de Britten gaat in zijn denken en doen, dus zeg maar zijn, wat hij wil met de Europese Unie, namelijk gewoon interne markt, met de Atlantische visie, is hij heel erg gericht eigenlijk op de Britten. Is ook niet voor niets dat een van de eerste, of de allereerste reis die Mark Rutte maakte, was naar Cameron. En vervolgens gaan we toch altijd, die Britten gaan op een gegeven moment door met bijvoorbeeld dat ze inderdaad hele delen van het Europees landbouwbeleid niet willen of nu dan helemaal zelfs uit die EU gaan. En wij blijven altijd maar een beetje ook die kant een beetje aanmechtig opkijken. Maar ondertussen zitten we met die Fransen en Duitsers en gaan we toch mee met die Fransen en Duitsers. En hoe groot de verschillen ook zijn tussen Fransen en Duitsers, wat ze wel gemeen hebben is dat ze toch een soort politieke Europese Unie voor zich zien. Ja. En dus dan zitten we dan, dan lopen we dan toch een beetje tussen de Oké, dat is Mark Rutte. Omdat we namelijk dan instellen daarmee en vervolgens de bevolking daar nooit voor hebben voorbereid, omdat we in de retoriek, we blijven zeggen wat de Britten zeggen, ietsje minder hard. Ja. En vervolgens doen we wat die Fransen en die Duitsers mede willen. Ja. En dan leidt het aan iedereen, want ja, we zijn gedwongen om dat te doen, terwijl we nooit hebben duidelijk gemaakt van waarom hebben wij er dan voor gekozen om aan die kant te zitten. Want er zijn namelijk redenen voor. En dat moeten we ook gewoon uitleggen. En dan heb je nog prima, dat is interessant, want traditioneel zeer pro-Europese, zo'n federalistische partij, het CDA. Maar nu opeens niet meer. Is dat anders? Nee, ik zag het niet heel erg. Wat zag je niet heel erg? Het was niet heel groot. Het was niet heel erg voor nee, het is, nee, kan je ook niet vragen wat hij daar aan tafel heeft gezegd hoor, vrees niet. Maar hoe verklaar je dat? Dat het CDA opeens toch ook een nationalistische kant op gaat? Nou ja, ik betreur dat ook heel erg. En ik denk dat het een manier is om te denken dat je. Heel erg denk dat het een oprechte manier is om aan de zorg van mensen tegemoet te komen. En dat je het idee van laten we Europa een beetje houden zoals het is. Maar ik denk dat het Europa wat nu is, is juist een reden voor de zorg van heel veel mensen. Ja, en daar kom je dan op een gegeven moment klem. Maar ik denk dat het wel uit een oprecht iets is dat ze denken, ja, het gaat te snel voor heel veel mensen. Voor een Nederlander zoals het is. Ik wil heel kort over zeggen, het CDA is natuurlijk super interessant en ook een sleutelfactor. Ja. Is er meer stromenland? CHUARP, het is aan Jelle Zijlstra te danken in 1957 dat het CDA een pro-Europese partij is geworden. Dat was namelijk een minderheidspositie in de ARP die aan de Protestantse achterban ging uitleggen dat het misschien toch een goed idee was voor Nederland. Ja, maar dat was de katholieken. Maar vooral dat het Rotterdamse Raad. Ja, en de katholieken die zijn natuurlijk niet altijd, die hebben allemaal carrière gemaakt in Brussel, dat weten we hier weer. Nou, net dus dat meer Schromeland CDA is door die, dat is de grote cruciale beslissing is in de jaren 50 genomen toen hij onder Jelle Zijlstra's bezielende betogen dat het economisch verstandig was. Daardoor is het CDA in christendemocratisch lid geworden van een integrerende Europa. Daardoor heeft altijd die pro-Europese agenda bovenop gelegen. Die is door de KVP'ers altijd omarmd onder redenen die cultuurhistorisch spreken. Zijn de partijpolitiek. En wat je nu ziet is dat Buma een diepere en misschien zelfs wel een originele CDA-geluid laat worden. Oorspronkelijker natuurlijk. Namelijk voor de oude CHU-ANP-achterban zeggen die: wij gaan onze ziel niet verkopen aan dit project. En dat scheur ik ook uit tegen de Britse analyse. Ja, think twice voordat je je ziel verkoopt aan dit project. En dat is het sentiment wat hij bespeelt. En daarmee heeft hij ook een achterban te bedienen. Dus alleen, het is het hoogste problematisch voor het CDA zelf. En dan nog één, Jong. Je hebt nog twee andere partijen. Nu is het 6 van de ChristenUnie. En iedereen denkt dat je alleen maar ruzie hebt over de rest van het leven. Maar dat is niet zo. Ook over Europa. Weinig mensen weten dat de ChristenUnie samen met de SP. En Ronald Plasterk. En Ronald Plasterk, die vergeet vroeger heel bekend. achter de acties tegen de Europese grondwet zaten.
ja, dat we nu dus samen met D66, die net als GroenLinks voor het mogelijk bezig is. Ik zie het allemaal nog niet voor me. Nou ja, maar Nederland heeft natuurlijk, in mijn verhaal volgens mij ook praktisch worden, want Nederland heeft een heel groot belang. We zijn voor die interne markt, hè? Maar we zijn ook voor de euro. Maar de monetaire unie, die is halverwege, zullen we zeggen, tot stilstand gekomen. Ja. Er zijn een aantal landen gered met enorme hulppakketten. Er zijn mechanismen geïntroduceerd die als buffer werken voor een volgende crisis. Daar hebben we allemaal veel geld in gepompt. Nu gaat het erom, en dat is voor Merkel een heel belangrijk punt, en ook voor Macron, alleen denken ze er allebei nog eens over. Dus we moeten ook vooral niet doen alsof die Frans-Duitse motor, alsof dat twee handen op één buik is. Hè? Kijk, ze weten allebei dat zonder Duitsland en Frankrijk, het mooie initiatief dat ze nemen, komt Europa geen stap verder. Nou, Macron is geweldig in de ambitionering, met dank aan zijn echtgenoten denk ik ook. Maar goed, hij heeft een idee neergezet, hè? Vernieuwing of Europa, vernieuwing of de dood. Ja. Nou, ik denk eigenlijk dat het in het hart, in de kern, klopt. Want als de monetaire unie niet wordt voltooid, blijven we een enorm probleem houden. Nou, wat wil Nederland daarmee? Het moet namelijk ook een begrotingsunie worden, daar is het uit de hand gelopen. Want we kregen veel te hoge schulden. Keken niet naar de tekorten. Nou goed, er zijn wat reparatiewerkzaamheden verricht, waardoor het Europese CBS nu in de cijfers mag kijken van de Grieken en noem maar op. Dat is natuurlijk echt absurd, want dat helemaal niet mocht en niet kon. Maar hoe gaan we nu verder daarmee? Komt er een, Nederland heeft ooit een controlerende Europese begroting, SAR, dus het Europese commissarisland, voorgesteld. En toen Duitsland die man of vrouw handen en voeten wilde geven, schrok Den Haag er weer voor terug. Die wilde niks zwart op wit hebben. Terwijl we allemaal weten dat als je het, bij de begroting ook de sociale uitgaven er niet bij betrekt, dat betekent niet dat Brussel gaat bepalen wat hier de hoogte van de uitkering is, maar het loopt veel te veel uiteen alleen aan de pensioenleeftijd. Er zijn landen waar je nog steeds met 55 met pensioen kan en waar het dus geen vanzelfsprekendheid is dat dat iedereen maar langer doorwerkt. Even kap mee, maar dan gaan we echt naar de zaal. Ja, nou, ik wil het. Je houdt altijd een hele interessant verhaal. Maar nu dit laatste, want dit toont ook wel het blijkt ook, ik ben heel mee eens dat er veel meer opgegeven moet worden, juist ook om de grote macro-economische onevenwichtigheden weg te halen. Dus gewoon hele grote verschillen tussen landen. Wat wel die marktfocus toch echt aantoont, is namelijk dat we het wel allemaal hebben over allerlei bubbels die opgedaan moeten worden, zeg maar, om te zorgen dat de markt beter functioneert bijvoorbeeld. Maar, en dan die grote begrotingstekorten aan te pakken, maar een van de dingen waar Nederland mee op de vingers getikt is omdat het van die naanzinnige handelsoverschotten heeft. En dat namelijk juist ook binnen de Europese Unie, dat we dan bijvoorbeeld ook zorgen voor Griekenland, de financiële situatie voor Griekenland mede daardoor heel slecht is en dat wij echt eigenlijk aan onze stand verplicht zijn binnen de Europese samenwerking om bijvoorbeeld de lonen fors te gaan verhogen. Ja. Nou, dat deel van de, wanneer het dan gaat, ja, dat is niet iets wat ik vanuit een linksgeluid verzin, dat is een onderdeel van wat gezegd wordt van die macro-economische onevenwichtigheden. Ja. Dat deel wordt dan snel ook door Den Haag van tafel gehaald, omdat dan toch het vooral, en ik denk dat dat echt uiteindelijk dat we moeten leren dat we dus ook die sociale kant beter moeten ontwikkelen. Dankjewel. Maaike heeft een microfoon als het goed is. Je weet dat het behoorlijk altijd moet zijn om het te komen. Zodat u keurig even voorstelt aan de zaal wie u bent en wat er mee gemaakt was. Nou ja, wat en aan wie? Wie durft na deze ontmoedigende woord? Ja. Ja, natuurlijk. Ik ben ik ben David, ik ken Nicole, dus ik heb dat Nicole, dus daar heb ik gelijk. Nicole, heel goed. Ja, goed ken jij Nicole. Ik ken Nicole. Maar ik heb een vraag aan Mathieu Zegers. Ik zie je heel veel op tv, in de Groene Amsterdammer, erg links.
Maar ik bemerk enig rechtsintellectualisme. Het lijkt wel een beetje of Luc van Middelaar aan het woord is. Is dat een compliment of een Nou ja, ik moet zeggen compliment. Ik zie positiewijziging. Dat we toch niet naïef moeten zijn. Europa, groot, zijn we met elkaar allemaal zo verbonden. Gaat dit project slagen? Misschien links gezien liever wel, maar rechts toch niet naïef zijn. Dus we moeten ook midden houden. Het richting antwoord op deze interventie is dat een mogelijk aanwijs van een misverstand. Maar ik zou zeggen, want ik voel me wel in zekere zin aangesproken, dus ik benader het niet als links en rechts. Ik denk dat mijn bijdrage, ik probeer om mijn bijdrage te laten zijn om de realiteit in beeld te brengen. Zonder daar altijd ook meteen een oordeel bij elkaar te hebben, hoe ik zeg, want het is vaak ongelooflijk complex en ingewikkeld. Waar ik natuurlijk wel mee begint, en dat is wel een belangrijk punt, denk ik, en dat heeft ook niet veel te maken met in welke opzicht ik me eventueel thuis zou voelen als het al het geval zou zijn, is dat de Europese integratie natuurlijk een project is van samenwerking. En die samenwerking die drijft uiteindelijk op het vermogen om begrip op te brengen voor elkaars gevoeligheden. Daarom is de Franse assen. Ze begrijpen elkaar niet, maar ze doen wel hun best iedere dag om begrip op te brengen. Want er zou er misschien toch iets in zitten. Kan het misschien toch? En dat bedoel ik ook met empathie met Oosterhoofd. Als wij dat niet doen, dan blijft het een dood aanhangsel, wat alleen maar meer problemen heeft. Sterker nog, ik denk dat we te winnen hebben als we die oefening melden. En dat is volgens mij heel erg belangrijk. In de zin van links-rechts, dat is naar aan het antwoord. Dat sluit aan bij wat Katelijn ook nog een paar keer gezegd heeft. Kijk, het Europese integratieproject is onvoorzien. Ook de vorm die het heeft gekregen. Er is van alles geprobeerd, heel veel is mislukt. Het politieke moment, het eerste politieke moment is 1954, de Europese Defensiegemeenschap in de Assemblée Nationale, het Franse parlement, werd afgestemd. Einde politiek moment. Wat hadden we toen nog over? Iedereen dacht, het is voorbij. De Britten hebben gelijk, die hadden het gegeven bij de bon chance. Fransen en Duitsers met elkaar in de supranationaal project kan alleen maar mislukken. Wat lag er toen nog? Ja, iets met markten. Dat is toen opgepakt. En dat is een succes geworden. En daardoor is die markt centraal komen te staan in een project dat in zijn wezen een politiek project is wat gaat over moreel-ethische kwesties en mensenrechten. En daar zitten we nu in, want nu vraagt de wereld weer om politieke antwoorden. We hebben lang vakantie kunnen nemen van de echte politiek. Dankzij de Amerikanen, dankzij dat het allemaal lekker op zijn plek viel voor West-Europa. We hebben die vakantie nog een keer verlengd, nog een keer het speelkwartier genomen. Nu nemen we af en toe tussendoor nog een speelkwartiertje als het allemaal even te veel wordt. Dat moet ook bijkomen en ook aandacht zijn voor kinderen in het leven. En dat kan natuurlijk op een gegeven moment niet meer. En dat is wel heel belangrijk. Die politieke vragen liggen in elkaar. Ons instrumentarium is technocratisch. Dat is mismatch nummer 1. En wij zijn zelf nog helemaal niet aan de innerlijke kracht toe om ons ertoe te zetten. Als dat nog even doorgaat, is het er voorbij. Dan maken we het begin van het einde mee. En dat vind ik wel een signaal. Dat had u wel eens afgegeven. Ik vind dat geweldig toch. Hij geeft altijd op zich dat ik dacht dat hier niks was en dat hij nu rest. En dat vind ik echt iets voor bij de bol. Oké. Okay. Wim van Eek, ik vond het een fantastisch verhaal, maar ik zou toch nog even terug willen, want traditioneel waren wij tegen de Duits-Franse as. Daarom wilden we het Engels erbij hebben en dachten als die drie het eens zijn, nou dan zal Nederland meestal ook met die oplossing wel kunnen leven. Nu is Engeland weg. Maar intussen, en dat ook is het belangrijke, is die Frans-Duitse as een andere geworden dan die was. En als u dus zegt in een van de stellingen, we moeten als de oorspronkelijke zes meer verantwoordelijkheid nemen, dan betekent dat toch au fond dat Nederland met de Benelux werkt samen met de Duitsers en de Fransen.
En ik hoop dat de Duitsers onze verrekkers aan mij hebben. Dat die niet daar alleen hoeven te staan. Dus daarom vind ik eigenlijk wat de afgelopen maanden gezien heb, die pogingen om een soort nieuw groepje te vormen. Gedeeltelijk wel Oost-Europa, dat was dan bij u misschien. Maar gedeeltelijk ook met Spanje en andere landen. Als een soort tegenhanger van die as. Ja. En dat vind ik het best. Waarom is dat best? Nou, omdat je dan bij de stelbaar. Die Frans-Duitse as die gaat door, denk ik. En dan kunnen we beter invloed proberen te hebben door er aan mee te doen, dan door afzijdig te hebben. Maar ja, zoals dat je over hebt, dat je ook afzijdig bent en je ziet, je hebt er verder geen invloed op. Dus ik denk ook ons belang is om mee te doen. Maar dat is van Atlanticus als u altijd geweest bent, een hele stap. Want u zegt eigenlijk, nou ja, laten we dit verder maar. Ja, de Britten hebben nooit iets aan de hand. Misschien een beetje op diensten, op de dienstensector, maar ja, dat is ook al. Maar ik heb u bij een beetje gevolgd, ik was altijd gewoon pijpenzorger. Nee, ik zei twee sporen. Ja. Je hebt een Atlantisch spoor en je hebt een. Oké, Europese spoor. En dat Europese spoor is nu nog belangrijker. Okay. Want dat Atlantische spoor vandaag is alleen als de Russen ons massaal aanvallen. Ja, dat had ik niet verwacht. En misschien even een puntje van die opinie. U zei, die Frans-Duitse as is nu een andere Frans-Duitse as. Waar zit het verschil? Macron, heel duidelijk. Europa is en intussen Merkel niet meer protectionistisch is in de zin waar wij vroeger bang voor waren. Oké, dus het is een positieve Frans Duitsland. Wie durft nog? Of je hebt juist gezegd dat de Frans Duitsers dat ze enorme verschillen van mening hebben. Ze willen het wat ze graag willen is allebei een kwalitatieve stap voorwaarts zetten. Maar Merkel die kijkt enorm de kat uit de boom. Die heeft natuurlijk ook al die mooie anseneringen gezien in Athene en in Lissabon. Maar waar nu al een tijd een werkgroepje mee bezig is, en ik geloof dat we er nu in 2 maanden meer van zullen horen, dat is wat betekent nu concreet die stap voorwaarts, bijvoorbeeld ten aanzien van de monetaire unie. Daar heeft Macron een duidelijk ander idee. Hij wil een soort overhevingspotje creëren, om maar zo te zeggen. Om landen. Nou ja, daarover is al hier het eerste meer misverstand. Want in die zin werkt de as ook niet. Macron heeft het over een pot van honderden miljarden. En in Duitsland en Berlijn hebben ze het over ook wel geen miljard, maar aanzienlijk minder. En ook niet een permanent herverdelingssysteem, want daar heb ik niet geld voor betaald. Maar iets wat je eenmalig inzet. In Amerika hebben ze dat, een zwaar weerfonds heet dat. Dat is voor als er opnieuw een nieuwe crisis komt. Laten we eens even op Spanje pikken. En dan wordt het een groot land, dus als er problemen komen, zijn het grote problemen. Dan zou zo'n fonds in werking kunnen treden, zodat niet de werkloosheid weer dramatisch naar 50% gaat. Dat is dan een voorbeeld. Ik denk trouwens dat ze daar wel uitkomen op de Duitse voorwaarden. Ik denk dat dat inderdaad juist een bevestiging is, want er zitten inderdaad absoluut grote verschillen. Aangeven, zodat het daarom des te belangrijker voor Nederland is om daar ook juist tussen te zitten. En ik vind het werkelijk ook kwalijk worden. We hebben het net al gehad over het ontbreken ook van die duidelijkheid in Nederland. Ik wil herinneren aan wat Van Aartsen ook een keer zei, bijvoorbeeld in de grondwetbehandeling, ach, dat is gewoon een babbelclub. En dat zullen ze ongetwijfeld nu ook zeggen van dit werkgroepje, ach, het is gewoon een babbelclub. En daarna komt het ook wel goed. En dan is het geen babbelclub, maar dan is het een rechtsgeldig document. En het is dus echt des te belangrijker. Waarbij wel een probleem is, denk ik, dat Nederland verdeeld is over of in zo'n situatie, maar gewoon met zijn overboekingen van geld naar Zuid-Europa, moet steunen of juist Duitsland met zuinigheid. Ik bedoel, de rechtspartijen die Nederlandse Duitsland steunen en die dan in de rest van de Europese Unie zal het ook doen. Kom eens, staat er weer anders in. Ik denk dat Rutte er bovenop zit.
eerlijk gezegd. Macron was nog niet benoemd, of een maand later zat Rutte erbij. Hij is al twee keer geweest. Ja, hij is daar twee keer geweest. Hij is bij, jawel, maar hij communiceert op dit moment ons, om het even zo te zeggen. Dat is eigenlijk het kwalijke. Nee, maar dat bedoel ik zo. Het gaat erom dat het voor het publiek komt te lezen, zou het gewoon goed moeten zeggen. Ja, die Fransen, die Duitsers, wat die nou hebben zitten doen. Terwijl hij, ik wil in Nederland, moet dus aan tafel komen. Het moet ook helder zijn aan mensen, dat we daarover aan het nadenken zijn. En hier is niet eens een debat over geweest in de Tweede Kamer, dat is toch wel mat. Nog een paar vragen uit de zaal. Laten we even gaan bundelen met die overige tijd. Alle vragen die er nog zijn, in één keer. Hi, mijn naam is Stap Opgemak, ik volg de leer van buitenlandse betrekkingen bij het NCG-verhaal. Ik heb een vraag over de Frans-Duitse as en dan vooral de rol daarin van, dus misschien wel die oude zet. Want het wordt steeds gezegd naar Nederland met aanhaken bij Duitsland en misschien zal de Benelux aanhaken, vooral bij Duitsland. Als je spreekt over de oude zet, zou dat misschien ook wel betekenen dat juist bij Italië en Frankrijk, dat je dat het waar is dat die Frans-Duitse as als het ware weer een Noord-Zuid conflict wordt. En daarom denk ik, is mijn stelling, dat Merkel niet eens per se zit wat natuurlijk inhoud mag wel, maar niet per se zo'n nieuw Noord-Zuid conflict in die Frans-Duitse as. Is dat een reëel gevaar dat het een Noord-Zuid conflict zou worden? En waar het is dus realistisch dat Nederland gehoor krijgt bij Duitsland. Oké. Okay. Hier. Dit is best een grote zaal, maar. Ja, Mohamed A. Van CDA. Is het niet misschien dat we een keertje, in plaats van het probleem hebben, in mondelijk in te denken dat we Europa als een communicerende vaat zien, dat het namelijk bij de ene plekje beter is dan de andere, dat we naar één minister van Financiën denken, één minister van Buitenlandse Zaken, één Europese leger, waar het mogelijk is om te doen. We hebben als vredesproject toen het even gestart, dat was een andere generatie. Wij praten nu met een andere generatie. Laten we namelijk de 20 en 30 nemen in de tijd van wat er over 30 jaar gaat gebeuren. Misschien moeten we praten niet over landen, maar over regio. Nederland in 5 regio's verdelen, op een andere manier gaan denken. En wat we continu bezig zijn om te discussiëren wat niet kan. We moeten het mogelijkheden. We hebben één op en we hebben hier gediscussieerd over wat is het probleem wat gaat om het financiering. Als we één centrale bank hebben, toen zei ik hier in de discussie met Boot was erop, waarom zouden we dan die anti-obligatie niet opkopen? Nee, democratie en noem maar op. Ineens, na 2 jaar later, gaan we wel opkopen. Dus we doen het wel, maar op een lange termijn. Dus we moeten kijken waar het gemeenschappelijk is, dat gaan doen. En niet in beperkingen denken. Oké, dank u voor deze. Niet aan politici overlaten, want die zijn geen beperkingen. Dank voor deze vraag, meneer. Mijn naam is Louis Rooyen en ik ben geboren in Maastricht, dus bij de Europeaan. Ik heb een vraag die een beetje raakt aan stelling 1 en wat die kwaliteit op de uitslag van de Duitse verkiezingen. Ik was in Duitsland ten tijde van de verkiezingen en zat met een plakkaat van de CDU. En dat riep Europa sterken heist Duitsland sterken. In die woorden. Dus niet in andere woorden. Dat ik vanavond noem. Dus mijn vraag werd tweeledig. Is stelling 1 toch uiteindelijk niet onontkoombaar dat Duitsland de dominante kracht zal zijn vanwege zijn economische macht, vanwege zijn proactieve dynamiek, zou ik maar zeggen, ook vanwege zijn geografie tussen Oost en West verbindend, en dat die Frans-Duitse as met alle respect voor Frankrijk uiteindelijk uit balans zal zijn en blijven? En mijn tweede vraag betreft de positie van mevrouw Merkel. Hoe lang blijft zij nog bondskanselier, gegeven de nieuwe coalitievorming, die heel anders zal zijn, het debat in de Bondsdag die anders zal zijn, en de opvolgingsvraag in de CDU die onvermijdelijk aan de orde zal zijn. Meneer, en dan gaan we voorzichtig naar Nederland terug. Ik heb een hele korte vraag, mijn naam is Leo Koensen. Ik heb een vraag, moet de EU, of een andere instelling, bemiddelen in het conflict tussen Spanje en Catalonië? Dat staan we dan weer aan de kant van Spanje of aan de kant van Catalonië. Nee, dat is geen eerste.
Nee, ik ben net zo goed voor Spanje als voor de Catalaan. Ja, maar om aan te leiden van mijn standpunt is dat zijn we er nog door bij. Maar ik zal het later graag doen. Oké, ik ga even samenvatten. De regelvraag gaat eigenlijk over: moet je vooral bij Duitsland aansluiten, nu blijven. Op welke punten bij Duitsland, op welke punten bij Frankrijk? Of binnen Rusland? Nou, dat ook niet proberen te beantwoorden. De Catalonië vraagt daar ook interessant. Waar is Hondermans op Brussel, terwijl de Spaanse politie op onze televisie moest hebben duidelijk voor de stand aan het instaan was, zo stil? Katelijn. Laat ik met die laatste vraag beginnen. Dat is natuurlijk een enorm moeilijke situatie. Met aan de ene kant een flink aantal mensen die veel meer voor hun autonomie strijden. En aan de andere kant in een situatie, ik durf niet te zeggen dat het zomaar een democratisch referendum is, want heel veel mensen hebben al niet meegestemd. Het is dus een groep die beslist dat zij gaan stemmen over afscheiding. Maar wat je ook, ja, hoe je dat ook ziet, hoe die toekomst moet zijn, het is duidelijk dat er gewoon onderhandeld moet gaan worden gepraat met elkaar over hoe je nou de toekomst gezamenlijk ziet. En of dat nou betekent dat er wat meer autonomie is of meer samen, er moet wel iets gezamenlijks besproken worden. En je zag vooral ook politiegeweld, wat gewoon buiten proportie was en wat echt heel problematisch is. Ik kan me voorstellen, ik zou hebben gewild dat daar wel over het politiegeweld zelf, dat daar dan forsere uitspraken over gaat. Want ik vind, we zijn een waardegemeenschap, we zeggen ook steeds van het is heel erg van belang dat de rechtsstaat gerespecteerd wordt, houdt in dat het recht op vrij protest, dat is iets anders dan het erkennen van het referendum. Dat is wel iets wat ik dan weer, dat is lastig en dat is niet wat ik ook nog verwacht van de Europese Unie. Maar uitspraak over dat politiegeweld wel. En dat gaat terug. Is het zo dat ik jaren geleden al heb zien aankomen dat dit is ging gebeuren? Contact heb opgenomen met de Raad van Europa, gevraagd of ze de situatie monitoren. En ik vroeg me af, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd in Europa? Men heeft dit kunnen zien aankomen. Als ik dat heb gezien, hebben anderen dat ook kunnen zien. Wat is er gebeurd? En wat kunnen we nu doen? Dat is het. Ik zeggen, op dat moment was ik vooral belangrijk voor kinderopvang, want ik ben pas sinds maart in de Kamerlid. Dus dat weet ik eerlijk gezegd niet. Wat er in die tussentijd is gebeurd, weet jij dat beter? Nou, oké, goed, natuurlijk, de man met zelf iets dat het zo is dat iedereen zag dit aankomen. Iedereen zag dit aankomen. Dus de vraag is daar een rol te spelen voor Europa. En wie, inderdaad. Nou, het eerste punt, ik denk even tussen twee haakjes, Bernard Hammelburg, ik heb de BNR een column uitgesproken vandaag over deze kwestie, daar ben ik 100% mee eens van A tot Z. Toevallig hoorde ik, ik zit zelf in de auto, maar ik heb het wel aanraden. Ja, ik zal de hoofdpunt er even uit herhalen. Maar ik raad u aan om de primaire bron eraan te brengen in deze. Slaat op een podcast. En samen. De wereld. En BNR de wereld. BNR de wereld. Ja. Kijk, wat iedereen zou het aankomen, maar de Europese Unie is facilitator, ook facilitator van rechtsstaat opbouwt. En er is een rechtsstaat op Europees niveau. En die gaat over het stellen van normen, maar niet over het handhaven. Uiteindelijk is het aan de lidstaten om de rechtsstaat voor te geven. Nog altijd voor de Europese Unie. Dus de Europese Unie kon niks doen. De Raad van Europa kon monitoren, maar niet meer dan dat. De rapporten schrijven daarover. Het is uiteindelijk aan de Spanjaarden zelf, de Catalanen zelf, om een modus vivendi te vinden. En daar, en dan is dat is typisch Europees, dan is het al bij de hand gelopen. En dan kan Europa iets betekenen, want we hebben ervaring met bijvoorbeeld de afscheiding van Saarland in de jaren 50. We gaan jaren overheen, maar het is wel dankzij de facilitering, de multilaterale facilitering vanuit de Europese instituties, dat is verlopen zonder grote drama's. Maar het is natuurlijk frustrerend om te zien dat dat was achteraf. En daarbij zou je de vraag kunnen stellen, moet dat anders? Ik denk dat het antwoord daarop is nee. Want uiteindelijk is het een samenwerkingsverband van lidstaten die zijn zelf allemaal in verschillende fases van hun ontwikkeling. Ik wil nog één ding aan toevoegen. Wat hadden wij gezegd als dit in de Hongarije van Orbán was geweest?
Dat moet ons ook heel goed realiseren. En dus, dan had het verwoorden. Precies. En dat hadden we dus dan misschien moeten doen. Begrijpt u dat? Ja. Zullen we nog even die vraag waar in Nederland al of niet in Nederland, nou ja, op Duitsland zou kunnen inzoomen en waar is het dan ook? Ik begin even bij Michelle. Waar kunnen we Duitsland beïnvloeden? Om de eerste vraag te stellen, een antwoord te geven. Die Duitse as die is al behoorlijk de afgelopen jaren uit de lucht geslagen, omdat Frankrijk zo'n zwakke partner is in de as. De grote vraag is of het nu zal veranderen. Dat is ook de hoop van Merkel, dat zal gebeuren, zodat er een stap voorwaarts gezet kan worden. Maar dat betekende dat Merkel eigenlijk tijdens die hele eurocrisis met allemaal landen apart heeft, zij is een bruggenbouwer. Dus praat met iedereen, met de Benelux, met de zuidelijke landen. Ze is naar Griekenland geweest, ze is in Italië geweest en in Spanje, waar natuurlijk de situatie economisch en sociaal dramatisch was. Dus in die zin, op die manier heeft zij haar rol vervuld. En wat eigenlijk wenselijk is, is dat dit tandem die rol gaat spelen en vervullen en vooral ook bij de andere landen het oor te luisteren legt van waar zit muziek in welk voorstel, wat is haalbaar. Katelijn, toen ik begonnen met dat je ook een bewondering hebt voor Angela Merkel, maar als een speech van Macron leest, komt dat denk ik dicht in de buurt van wat GroenLinks ook met Europa wil, of niet? Ja, er zitten wel heel veel, ik bedoel, zijn ook, het is wel een heel omvattende speech, maar... De beste CO2-belasting wil je? Ja, dat lijkt me heel verstandig niet. Nee, dat lijkt me ook heel verstandig en dat lijkt me voor ons allemaal verstandig. Dat is juist weer om de nationale lidstaten in staat te stellen en doelen te halen. Ik bedoel, het is niet een GroenLinks-uitvinding het verdrag van Maastricht. Daar heeft ook premier Rutte ook zijn handtekening onder gezet. En het zou heel behulpzaam zijn als de lidstaten dan inderdaad een gezamenlijke CO2-tax afspreken, zodat ze elkaar niet de tent uit concurreren. Dat dreigt nu ook bijvoorbeeld met de vennootschapsbelasting, is dat iedereen elke keer maar weer lagere tarieven gaat stellen. Ja, uiteindelijk moet de schatkist door iemand gevuld worden. Dat gaat dan op een gegeven moment behalve door belastingen ergens anders. Lagere belastingen door het bedrijfsleven. Dat lijkt me allemaal buitengewoon onzinnig. Dus het is veel beter op een aantal terreinen de kracht van de nationale lidstaten te versterken. Dus daardoor hier Europees op af te spreken. Dat denk ik wel bij het punt dat ik nog wilde maken over, het lijkt vaak alsof het heel objectief is. Ik kan zeggen van nou, laten we de Europese Unie moet alleen die dingen doen die ook de nationale staat versterkt. Nou, dat is mijn stelling, maar dat is natuurlijk niet een soort objectief iets. Want ik vind dit dus, die vennootschapsbelasting, niet het minimumtarief, dat vind ik dat de Nederlandse staat ook versterkt. Daar zullen mijn VVD-collega's echt anders over denken. Ja. Dus het lijkt, dat is dat hele gedoe met dat subsidiariteitsprincipe, waar wij altijd naar van laten we nou eens gaan kijken naar wat in het Nederlands belang is. En dan depolitiseren we. Maar het gaat natuurlijk toch ook echt wel over hoe je naar de samenleving kijkt. En er is niet een soort objectief iets van wat nu het beste Europees kan en wat het beste nationaal. Maar wat in ieder geval helpt, is als we daar allemaal ons helder over uitspreken. En wat dat betreft vond ik dat heel prettig. Maar kom op, we zijn eigenlijk aan één stem wat je niet toegekomen, namelijk tussen de Anglo-Saxische en de Europese aanpak. Ja, we kunnen het ook gewoon laten, we hebben dit even de tijd van de Britten hebben we toch nog wat gehad. Wat je tegen de slot. En ik wil nog een reageren en dat heeft je mee te maken. Dus is het zo dat er geen andere weg is dan leiderschap van Duitsland? Dan gaat het ergens ook over. Als dat zo is, dan krijgt Margaret Thatcher gelijk. Die heeft gezegd in voor het verdrag van Maastricht, pas op, vrienden, pas op. Ja. De Duitsers zijn bang voor zichzelf. Ja. Nu hebben ze daardoor in de band laten brengen van een waanzinnig idee dat je je eigen angst kunt beheersen via een federaliseringsmachine. Ja. En het zal uiteindelijk een vliegwiel worden voor een nieuwe Duitse hegemonie over het continent. Ja. Dat komt uit als Duitsland de leidersrol heeft opgedrongen. Dat is denk ik het einde van de geloofwaardigheid van die samenwerking. Wat moet Nederland
Dus doen alles is relatief in het leven. Ja, alles is relatief. Ja. Dus, ook de positie van Nederland. Door de Brexit is Nederland eigenlijk de Anglo-Saxische buitenpost geworden in continentaal Europa. De marktbelangen en die interpretatie die zal Nederland daar gaan verdedigen, omdat het in de consistente lijn was van de Nederlandse positie in Europa. Dat betekent dat Nederland inderdaad voor Duitsland een zeer waardevolle partner wordt. Duitsland moet altijd kiezen tussen markt en fonds. Ze stellen zelf voor laten we dingen vormgeven via marktdiscipline. En als je fit genoeg bent, zoals wij, dan overleef je en word je daar beter van. De Fransen zeggen altijd, het gaat dan veel meer in het leven. Dus, laat ik daar niet weer over. Regels, cijfers, het zijn ook andere dingen. Kunst, muziek, mission, civilis en pries, enzovoort. Dus dat kunnen we niet vangen in marktlogica. Daar hebben we fonds voor nodig. Omdat die marktlogica een beetje te demmen. En daar moeten de Duitsers natuurlijk opletten dat ze niet de betaalmeester worden, anders kom je in een Thatcher Europa. En dat kunnen ze alleen, daar hebben ze Nederland voor nodig. Dus Nederland speelt een cruciale rol voordat ze in relatief nu een andere positie innemen. Ze zijn eigenlijk is Nederland weer terug in een kleine Europa van de zes, zonder de Britten, ik de Oxford van de Frans-Duitschap. Woensdag van november zijn we er weer. We hebben in maart al een debat voorbereid over het nieuwe kabinet en het nieuwe regering. Een paar keer uitgesteld, maar dat lag niet aan ons. Maar ik geloof u, de eerste woensdag van november komt er een debat over het nieuwe kabinet en het regeerakkoord. Dank u wel.